We hebben samen met Robert eigenlijk een paar onderdelen van het barragerijden laten zien. Dat Robert eigenlijk met Eleanor samen een paar keer wat harder naar voren gereden heeft. De bocht wat ruimer heeft gemaakt. Een ruimere wending, maar dan weer een extra galopsprong vanuit de blauwe stijlsprong naar de geel-witte okser. Waardoor je eigenlijk de lijn naar de dubbelsprong weer wat moeilijker krijgt. En uiteindelijk hebben we ook een rondje laten zien dat je eigenlijk gecontroleerd zo weinig mogelijk klopsprongen kunt maken. En als je dan de tijd naast elkaar gaat leggen en heel simpel uitleggen is gewoon als jij dus landt over de sprong en je gaat eerst correctiemoment naar buiten toe en je moet dan weer de wending inzetten naar de volgende sprong in de barrage, dan verlies jij 2-3 klopsprongen. Terwijl als jij landt in controle, je laat hem gelijk mooi naar binnen toe vallen, weer met binnenbeen naar die belangrijke buitenteugel toe weer. Dan kan ik op een gegeven moment klopsprongen minder maken in een wending. En ik kan dan ook weer mooi gelijkmatig doorrijden in één gelijkmatig tempo naar de volgende sprong. En dan win ik weer tijd en ik maak minder aantal klopsprongen. Dat kunnen we ook zien en dat heeft Robert eigenlijk heel mooi gedemonstreerd in het barragerijden.